Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben te maken met een noordoostelijke stroming en vanuit het noordoosten van Duitsland komen veel wolkenvelden op ons af. Uit die bewolking valt soms wat regen of motregen, er zijn ook droge perioden, maar het kan ook heel licht miseren. Grijze omstandigheden, lage temperaturen. Vanmiddag wordt het ongeveer 9 à 10 graden, terwijl de normale temperatuur een graad of 15 is. En ook vanmiddag, dus nog steeds hier en daar lichte regen of motregen afgewisseld met droge periode. De wind is wel vrij rustig. Vanavond wordt het waarschijnlijk op wat meer plaatsen droog en heel misschien klaart het ook op. Daardoor kan het vannacht dan tijdens de opklaringen afkoelen naar 2 graden en opnieuw mistig worden. En ook morgen houden we een mix van nevel, mist en veel bewolking. En uit die bewolking kan opnieuw wat lichte regen en motregen vallen. De temperatuur loopt wel wat op. Van het westen en noorden kan het 12 à 13 graden worden. Zuidoosten blijft het koudst met een graad of 10. Na het weekend wordt de kans op wat zonneschijn groter, maar er zijn ook nog steeds veel wolkenvelden. Maandag en dinsdag hooguit wat lichte neerslag. Op woensdag verwachten we meer regen. Dan gaat het ook harder waaien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.